We hadden al een selfie, waarbij je met de telefoon een zelfportret maakt. Maar enkele Edenaren hebben nu ook de kalfie in het leven geroepen. Deze is bedacht om mensen bewust te laten worden van het eten dat ze nuttigen. Met de kalfie geef je aan dat je bewust bezig bent en dat je weet hoe de huidige vleesindustrie werkt. Ja, we waren een beetje aan het brainstormen en we dachten, hoe kunnen we nou de mens bewust maken op een leuke, luchtige, beetje ludieke manier. En op een gegeven moment zei iemand van, nou ja, iets met een selfie, het is natuurlijk nu echt een fenomeen. En vanuit de selfie kwam de kalfie. Dus opeens stond het op het bord en we zijn het later gaan uitwerken. De kalfie is geïntroduceerd op de biologische boerderij Ecofields tijdens een informatiesessie over het bewust omgaan met voeding. Met onder andere enkele praktische voorbeelden probeert eigenaar Bart Boon aan te geven hoe je de rijkdom van voedsel kunt waarderen. Toen mijn ouders hier het bedrijf hadden, dan moesten wij altijd op zaterdag de hele tuin aanharken. En dan kwam er s'avonds visite en dan ging men door de hof, zoals ze dat noemden, door de moestuin heen. En dan bekeken ze alle groenten en toen dachten wij dat het altijd een wedstrijdje was wie de grootste boerenkool had. Maar ik bedoel, nu beseffen we pas van dat die mensen toen gewoon zo blij en dankbaar met hetgeen was wat ze hadden. De kalfies kunnen op Twitter geplaatst worden met de hashtag kalfie. Wie daar nu op Twitter naar zoekt, krijgt nog weinig resultaten. Het aantal Edenaren dat een kalfie maakt en dus aangeeft dat ze bewust zijn van het voedsel, kan nog veel meer zijn volgens de organisatie. De mensen in Ede die weten over het algemeen wel van de huidige omstandigheden. Laten we het dan vooral richten op de vleesindustrie. Maar misschien echt wel hoe het anders kan. Ze hebben er wel van gehoord. Maar vele mensen denken van, ach, biologisch vlees te duur. Of wat is nou het voordeel van biologisch vlees? Dus ze weten het wel, maar of ze het genoeg weten, dat is nog een beetje de vraag. Opdrachtgever Ecofields is in ieder geval blij dat er jongeren zijn, zoals de kalfiebedenkers, die actief met voedsel bezig zijn. Nou ja, goed, ik vind het sowieso leuk dat er jongeren zich interesseren omtrent voedsel. En dat er dan met nieuwe ideeën en moderne media het een en ander rondom voedsel gedaan wordt. Ik bedoel, het is niet mijn ding, maar ik vind het prachtig. Uiteraard heeft Gabrielle alles een kalfie gemaakt. Maar zou ze voor onze camera nog eens een kalfie willen maken? Oké, zometeen nog eentje, is goed.